grote nummer 1 show met Serge Haderman. Je hoort hem op je radio en je ziet hem op S-televisie. Maar ja, dat is weer een van de voorbeelden van... Wij moeten ons echt niet schamen in Vlaanderen voor de muziek die hier gemaakt wordt. Technotronic is van de top wat hier ooit is geproduceerd geweest. Tot heinde en ver, tot in de broesen toe. Overal, je kunt nergens komen of je hoort wel eens een keer Pump Up The Jam. Ja, You're the One That I Want is eigenlijk een liedje uit volop de periode dat bij Radio Miami was. Ik ben nu directeur bij een landelijke organisatie voor dans. En eigenlijk is You're the One That I Want en Grease, de film waar we over kwam, is eigenlijk het toonbeeld van bijna massahysterie. Mensen gaan naar de film kijken, willen beginnen dansen. En ik heb ook iets met al die kleurtjes uit eind jaren 50, begin jaren 60. Ik word helemaal nostalgisch ervan. Ik vind het gewoon een prachtig liedje. Ook weer zoiets waarvan je zegt van wauw, goed gemaakt, goed gezind. Je luistert ernaar en je dacht eigenlijk niet meer stuk. Ik had vroeger af en toe op de radio, dat was toen bij Contact geloof ik, had ik elke week wat interviews van de week. Als er één groep is die ik heel veel geïnterviewd heb, dan zijn het wel die twee van Two Unlimited. Het was altijd lachen. En die muziek, ook weer typisch Belgisch product waar we ons helemaal niet voor hoeven te schamen. Het waren wel Hollanders die het zongen, maar ja, af en toe moet je talent inhuren ook. Hè.